Afgestudeerden van de Antonie Kamp Universiteit en het PTC hebben gisteren hun onderzoek over het gebruik van suiker, zout en vet gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens een symposium op Wereldgezondheidsdag gisteren. Het onderwerp van het symposium was samenwerken aan het verminderen van onze suiker, zout en vetconsumptie ter bestrijding van chronische ziekten. Robert Mohamed, onderdirecteur van het ministerie van Volksgezondheid, stelt dit initiatief bijzonder op prijs. Het symposium sluit namelijk aan op het thema van Wereldgezondheidsdag, namelijk Universal Health. Met dit thema wordt volgens Mohamed bedoeld dat iedereen toegang moet hebben tot de zorg. Ik kan alleen maar zeggen dat de overheid bezig is met die Universal Health, universele gezondheidszorg, om het meer mensgericht te maken en om het beschikbaar te maken voor ieder. We hebben op 19 maart een nationaal strategisch plan gelanceerd, waarbij de focus meer is op preventie en op het versterken van de eerste lijn en dan wel de primaire gezondheidszorg. Het tweede is, en natuurlijk als je gaat investeren, als je nou geld anders gaat besteden, want we hebben meer geld nodig. Maar het geld dat we nu al besteden in de gezondheidszorg, moeten we ook op beter gaan en efficiënter gaan besteden. Daarom hebben we ook een fiscale experts gevraagd, om een studie te doen. En die studie is, de presentatie van die studie is eergisteren gelanceerd. Het heet een Fiscal Space Study for Health. Dus met dit document, met dit leidraad, het is een leidraad om te inventariseren hoe we geld dat gaat naar de gezondheidszorg, hoe we meer geld kunnen kanaliseren en het geld dat al reeds in de zorg is, hoe we dat kunnen optimaliseren. Volgens voedseltechnoloog Ricky Stuttgart kunnen de afgestudeerden van ADECUS en PTC meer waarde creëren vanuit afstudeeronderzoeken. Met het symposium kunnen de afgestudeerden iets wezenlijks doen met hun onderzoek, zegt Stuttgart. Daarna hield hij een presentatie dat Surinamers 3 tot 4 keer zoveel suiker, zout en vet gebruiken dan eigenlijk zou mogen. De rode draad is dat de WHO voorstelt dat we dagelijks, eigenlijk alle maaltijden samen, 5 gram zout kunnen consumeren. Maar wanneer we dus kijken dus naar de onderzoekingen, waarbij dus 188 Surinamers zijn geënquêteerd, dan blijkt dus dat we concentraties halen van 15 tot 18 gram zout. Dus wij eten 3 maal meer zout dan nodig is. En dat is dus de reden waarom wij allemaal, tenminste een familielid, dan wel een kennis onze vriendenkring, kennen die hoge bloeddruk heeft. En we moeten het getij keren, want hoge bloeddruk die zorgt dan weer voor allerlei andere hartdoeningen, waaronder hart- en vaatziektes en de dood. Maar het gaat niet alleen om overmatig zoutgebruik. Ik begrijp dat het ook gaat om overmatig suiker- en vetgebruik. Ja, je hebt bijvoorbeeld dat Farasha Ketwaru, zij heeft dus onderzoek gedaan naar overmatig suikergebruik. En Radisha Durbali, die heeft onderzoek gedaan naar overmatig vetgebruik. Dus als je je voorstelt, als één persoon overmatig zout, overmatig suiker en overmatig vet gebruikt, dan hebben we eigenlijk daar een lopende tijdbom. En daarom moeten we het getij keren en daarom moeten we met voorlichting komen. En daarom moeten we bijvoorbeeld de gemeenschap bereiken en erop wijzen welke potentiële gevaren er zijn als we op diezezelfde weg opgaan. Voedseltechnoloog Ricky Stuttgart. Hij heeft gisteren op Wereldgezondheidsdag een presentatie gehouden tijdens het symposium. Samenwerken aan het verminderen van onze suiker, zout en vetconsumptie ter bestrijding van chronische ziekten. Het symposium is gehouden in het Klevia Park.